Hey iedereen en welkom bij weer een nieuwe Pokémon Scarlet en Violet video. Je bent begonnen met de nieuwe DLC, super hyped om weer je lievelingsstarter toe te kunnen voegen aan je team en je komt erachter dat die nergens te vinden is. In deze video ga ik je alles vertellen hoe je alle starters vrij kunt spelen in de Indigo Disc. Het is belangrijk dat je eerst twee aspecten vrijgespeeld hebt in de story. De barbecues en de League Club Room. Hier kun je BP's omwisselen voor beloningen om je spel uit te breiden. Als je naar de League Club Room gaat, kun je gebruik maken van een computer. Hierin zie je een lijst met beloningen die je vrij kunt spelen door BP's uit te geven. Scroll naar beneden en dan zul je zien dat er 4 beloningen zijn voor het uitbreiden van een biome. Het uitbreiden hiervan betekent dat starters beschikbaar zullen worden. Dit kost 3000 BP per biome. Dus om alle 4 de biomes vrij te spelen heb je in totaal 12.000 BP nodig. Let er wel op dat per biome een aantal starters zijn. Dit is in welke biome je welke starter kunt vinden. Bij de Coastal Biome vind je Froakie, Chikorita, Grookie, Mudkip, Bulbasaur en Popplio. In de Savanna Biome vind je Totodile, Snivy, Rowlet, Fennekin, Sobble en Charmander. In de Canyon Biome vind je Treecko, Squirtle, Tepig, Litten, Chespin en Turtwig. In de Polar Biome vind je Cyndaquil, Oshawott, Piplup, Scorbunny, Torchic en Chimchar. Mocht je nu denken van holy Herman, dat is veel BP, hoe ga ik daar ooit aan komen? Dan heb ik een tip voor je. Maak een Unicircle aan en laat je vrienden je game joinen. Jullie questen worden nu beschikbaar voor elkaar. Op deze manier kun je sneller de questen voltooien. Daarnaast heb je wanneer je in een Unicircle zit met vrienden de mogelijkheid om betere questen te krijgen waarmee je 600 BP in één keer krijgt per persoon. Dit is hoe dat werkt. Als je op pijltje naar rechts drukt, zie je welke questen beschikbaar zijn. Boven de lijst zie je een kroontje met 10 streepjes. Als je alle 10 streepjes groen hebt, dus na het afmaken van 10 questen, krijg je een speciale rode quest. Na het voltooien van 3 rode questen krijg je een gele quest. Op deze manier had ik binnen een uurtje samenspelen met vrienden alle starters vrijgespeeld. Dit was het dan voor deze video. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust in de comments. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal en voel je vrij om mijn video te delen. Laat mij ook weten als er een ander aspect is in het spel waar je graag een video van zou willen zien met uitleg. Thanks voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Tjus!